vissen. Ja, volle maan, knetterhoge luchtdruk. Dus ik ben benieuwd of het wat wordt, maar ik zie je aan de helling. 8 uur, prima, tot dan. Hoi. Nou, we zitten vandaag mee te vissen voor het verticale en pelagisch vissen. We hebben redelijk harde hengels, goede backbone. Dit is de Quantum Smoke S3 Plus, redelijk nieuw in het assortiment bij Hengelsport Zo Bobbel. Een Quantum Accurist Rail Drop, 1200ste Dynema, fluorocarbon voorslag en een stevige loodkop, een Quantum Pelagic Head met erachter een Spro Iris V. Dat. Mooie shed, baaskleurtje, altijd goed. We hebben er al een paar mooie vissen opgevangen, dus ik ga weer snel verder. Vissen met best wel grote sheds. We gaan echt een beetje voor de grotere vissen. Zelf persoonlijk vis ik vrij vaak met Quantum Pelagic sheds. Ik heb hier een zwaardere kop op, want het stroomt nu aardig. Dus dan houden we hem iets makkelijker in het scherm en in het beeld. Het mooie van dit systeem is, hebben we op de rug de treble claw hoek. Die prik je in en je houdt 3 haken vrij. Deze hebben we ook van Spro. Dat is de V-Power Iris. Ja, voor eigenlijk hetzelfde systeempje. En voor de wat kleinere hebben we nu ook de Herrytail van Spro. Ja, en die werkt ook gewoon heel goed. Nou, we zitten er lekker bij de warme kachel. Het was een koude dag, maar we hebben toch wel aardig vis gevangen. Wat ons eigenlijk vooral opviel, is dat we eigenlijk wel midden in de voorjaarsvisserij zitten. Wat je normaal eigenlijk in maart ergens hebt, eind maart, dat die vis duidelijk de ondieptes opgaat, de diepe kuilen verlaat, waar ze eigenlijk amper hebben gelegen deze winden. We vingen onze snoekbaars zo ongeveer een klein beetje tussen de 3,5 en de 5,5 meter.
kwam je dieper, zag je niks. En ondieper kwam je alleen maar kleine snoep tegen. Die willen we niet. Nee, inderdaad. En toch komen ze af en toe langs. Ja, en we gaan nu over welk materiaal hebben we gebruikt. Nou, ja, al het materiaal is hier te verkrijgen bij Henk Sportzaal Bommel. We hebben de Smoke S-serie met de Aquarist, ook de S-serie. De Spro Iris V-tail. Pelagic hengel, of Pelagic jet. Fluorocarbon rhino. Goed spul. De 80 gram hoofd, dat is heel makkelijk. Als je wat meer stroming, wind hebt, kun je wat makkelijker in het scherm houden. De Travel Hook Class. En last but not least, de nieuwste zijn binnen. De 20 centimeter uitvoering van de V-Power Bars. En de Herrytail Mojito. Vast pro. Prachtig spul. Top spul. Dus wij gaan ook verder lekker vissen tot het einde van het seizoen. En mocht jij nou alles wil in levende lijven willen zien, op 25 en 26 februari houden we hier bij Hengel Sportzaal Bommel onze open dagen. Dan zijn we allemaal aanwezig om jou van tips, advies en tips en tricks te voorzien. Later! Zie jullie graag!